fijn dat jullie je hebben aangemeld op mijn nieuwsbrieven. Mijn naam is Nelleke Bontje en door middel van die nieuwsbrieven ga ik jullie op de hoogte houden van leuke tips en trucs over bloemsierkunst en wanneer er wat te doen is. Maar ook ga ik jullie zo af en toe een leuke workshop doormailen, zodat je lekker thuis aan de gang kan gaan. Nou, deze welkomstworkshop wat ik ga maken met jullie is deze leuke herfstschikking. Heel simpel, simpel makkelijk gemaakt. Het potje is van simpel plastic spul heb ik gepakt, zodat het niet al te veel kost. Ik heb mooi herfstblad uit de tuin gehaald, mooi eikenblad, een beetje goud gespoten. En door middel van tape vastgemaakt en de bloemetjes leuk ingevuld, zodat het een leuk geheel wordt. Nou, dat gaat natuurlijk veel te snel, dus ik ga nu stap voor stap met jullie dit hele proces door. Zodat je ook heel makkelijk zeker weet dat je net zo'n mooie bloemstuk maakt als ik hier maak. Kijk, hier begin ik mee. Dit is een dicht plastic bakje geweest. Ik heb een open bakje gepakt waar ik oude plantjes in heb gehad. Dat heb ik even bedekt met plastic, zodat het waterdicht is. U zelf kunt natuurlijk een potje pakken of iets anders plastic of wat dan ook. Als het maar voldoet aan uw wensen. En ik heb alvast wat voorbereidend werk gedaan, namelijk de eikenblaadjes heb ik alvast voorzien met een gouden glans. Zodat ik geen vieze gouden vingers krijg als ik bezig ben. Niet dat dat natuurlijk uitmaakt. Kijk, dit is de tape wat ik daarvoor gebruik. Dit is watervast tape. Plakt heel erg goed en mocht het per ongeluk een beetje nat worden, dan zal het ten alle tijde blijven zitten. Ik plak een klein beetje tape alvast op de pot, zodat dat goed vast blijft zitten. En dan ga ik beetje voor beetje het blad eroverheen leggen. Let erop dat we dit stukje straks afknippen, zodat het een mooie, strakke onderkant krijgt. Op die manier creëer je van een oude pot, die je misschien al lang al zat bent, maar toch zonde vond om weg te gooien, een heel leuk nieuwe bestemming voor. Die is helemaal mooi rond. Zo, mocht je nou tijdens dat je bezig bent denken van ik kan nog wel een blaadje gebruiken zoals ik hier heb gedaan, dan kan je me altijd nog even verder spuiten met wat goud. Je kan het trouwens ook met een pot verf doen en een kwast, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Zo, ruikt ook altijd zo heerlijk. Nou, nu gaan we verder met een stuk oase. Het is een pot wat een beetje taps toeloopt. Daarom snij ik de punt eraf. Ik begin met een klein puntje om vervolgens te gaan naar een groot puntje. En op die manier zakt hij straks heel mooi in de pot. En ik vind dat hij een stuk kleiner mag. Dit omdat het een schikking wordt die echt in de pot komt. Dus dan hoef je niet hoog uit te steken zodat je hem helemaal biedermeier krijgt. Het komt gewoon in de pot. Wat best materiaal om mee te beginnen. Wat heel leuk is met dit is dat je het er heel speels overheen kan laten hangen. Nou, deze Gelderse roos die is heel leuk zodat hij mooi over de pot heen kan hangen. Zorg er ook voor dat er wat in het midden komt vanwege de kleurschakeringen. En ik gebruik nu de Gelderse roos. Maar u kunt eigenlijk elke willekeurige bes kunt u gebruiken wat u mooi vindt. Het blad is ook altijd mooi te gebruiken als opvulmateriaal. Kijk hoe prachtig dit al zo mooi hangt. En deze is ook even wat groter als het voorbeeld wat ik net heb gemaakt. En je kunt natuurlijk voor uzelf ook bepalen hoe groot uw bloemstuk wil.
En met de video stuur ik ook een materialenlijst mee met de benodigdheden. Zodat u van tevoren al uw spullen in huis kunt halen. U hoeft niet goed te luisteren en eerst 3 keer de video te kijken voordat u alle materialen op kan schrijven. Nee, die stuur ik er gewoon bij. Zo. Zo, en ik ben natuurlijk tijdens de voorbereiding van dit alles ook al bezig met workshops die ik in het vervolg heb gepland voor jullie. En die worden ook superleuk. We beginnen gewoon eerst lekker met de basics. En zo van lieverlee gaan we al gekker en creatiever en aparter. Prachtig rode roos. Die zorgt ervoor, zoals je nu ziet, is het best wel een drukke boel. En daarom is het goed om grote bloemen te gebruiken, zodat je echt een stukje rust ook creëert in het bloemwerk. Zoals je ziet, komt het allemaal heel laag te staan, laag op de rand. Dit is Monbrevia. Zelf al eens een bloemschietcursus heeft gevolgd in het verleden. Kan het zijn geweest dat de opleider heeft gezegd van zorg ervoor dat alles precies verdeeld wordt. Dan heb je het meeste evenwicht in je bloemstuk. Maar dwars als wat ik af en toe ben, doe ik juist de dingetjes naast elkaar zetten. Op die manier krijg je veel meer spezigheid en is het niet zo voorspelbaar. Hier een mooi anthurium. Ook mooi voor een rustvlak. Goed, nou, ik heb net de laatste hand gelegd aan het bloemstuk. Alle gaatjes dichtgewerkt. De randjes zijn mooi af. De besjes hangen er mooi over. En ik ben helemaal tevreden met het stuk. Dan, het laatste puntje wat ik nog wil laten zien aan jullie is het lint. Het lint dat vouw ik om het tape heen, omdat tape is natuurlijk helemaal niet zo decoratief dan dat dit lint is. Ik sla hem er 2 keer omheen. En ik heb nog een leuk speels goudlintje. Voor de speciale touch. En het komt allemaal mooi terug in de hele decoratie, past goed bij de herfst. Kijk, en op die manier is hij gewoon helemaal af. En dan halen we zijn kleintje er nog bij. Het is ook hartstikke leuk om zo neer te zetten. Ik ben er helemaal tevreden mee. Ik hoop dat jullie er ook lekker mee aan de gang zullen gaan. En tot de volgende mail. En dan ga ik weer allemaal leuke andere dingen laten zien. Nou, tot ziens!